niet normaal hoeveel grote namen de Nederlandse lichtwereld voorbrengt die internationaal bekend zijn. Bijvoorbeeld Daan Rozegaarde. Misschien bekend met zijn lotusbloem, die zo als je eraan komt, pfft, reageert. Of hij heeft over laatst een Rainbow-project gedaan. En dat project op het Rijksmuseum Museumplein heeft hij ook gedaan. Dat enorm is, want iedereen zat onder water toen. Maar ook Geert Mul met zijn mapping-projecten. Hier, dat is ook een hele mooie dit. Of Jan van Münster, ken je die? Jan van Münster. Die heeft fantastische projecten gedaan rond energie, met neon. Of natuurlijk Studio Drift. Die had over laatst nog gedaan met een fantastische kwallen. Zo die lampen die zo gingen. Of ze hebben nog mooie projecten hoor. Kijk hier bijvoorbeeld. Of met die pluisjes hier. Schitterend. Nederlandse toplichtkunstmensen.